11:45, ja? Hoe is het? Goed. Kan ik even binnenkomen? Ik moet eigenlijk naar mijn werk. Spreekt er nog steeds van die bandjes in? Nee, ik doe geen bandjes meer, pa. Oké, top. Dan zet ik jou om 11:45, ja? Oké, doei. Ik deed inderdaad geen bandjes meer. Kijk eens. Gelukkig niet. Daar had ik nu anderen voor. Want ergens was het op de faculteit gaan rondzingen dat je via mij goed geld kon verdienen. Marley, wacht. Ik wil even wat vragen. Ja? Klopt het dat... ik zou ook wel die seksbandjes. Verdient dat nou een beetje? Ja, absoluut. Maar zou je dat echt willen? Ik ben zo nat. Misschien kun je wat verder van de microfoon gaan zitten. Sorry, ik kom nogal uitruchtig klaar. Ook Rachel was begonnen met experimenteren. De meest keurige, welbespraakte hockeymeisjes veranderden voor onze microfoons in ordinaire seksgodinnen. Hoi dames. Hi. Nien, hier heb je het schema van Studio 1 en 2. Hè? Oh, laat me nog even weten als iemand uitvalt, want ik heb nog een wachtlijst. Een van hen is later nog staatssecretaris geworden. Ik noem geen namen.